Doen van dat hoofdstuk 2. En van hoofdstuk 2 doen we som 3. Een hele makkelijke som. Hoofdstuk 2. Som 3 van 1 leer. Gaat over, ze willen weten hoe je de gemiddelde stroomsterkte berekent. Een apparaat neemt 5 minuten lang een stroom van 6 ampère op. 5 minuten lang 6 ampère. De volgende 20 minuten lang is de stroom 2 ampère. 20 minuten 2 ampère. Wat is de gemiddelde opgenomen stroomsterkte? Dus I gemiddeld, heel makkelijk. Kijk maar, 5 minuten lang heeft hij 6 ampère opgenomen, dus 5 maal 6. 20 minuten lang heeft hij 2 ampère opgenomen, 20 maal 2. En als je dan gaat kijken hoeveel minuten lang was hij totaal in gebruik, in bedrijf, 5 minuten plus 20 minuten is 25 minuten. Dus I gemiddeld wordt 5 maal 6 is 30. 20 maal 2 is 40. Gedeeld door 25. I gemiddeld is dan 70 gedeeld door 25 ampère. Is dat 2,8 ampère? Dat is het antwoord op die vraag.